Dak- en thuislozen in Amsterdam hebben sinds kort een eigen vakbond. De bond is voor en door daklozen en zal de belangen van deze groep behartigen. Het idee is ontstaan omdat in mei hebben daklozen zelf actie gevoerd hier bij de Stopera, bij het stadhuis. Die hebben een tentenkamp daar opgezet om te protesteren tegen het gebrek aan opvangplekken. Dat was met het dakloze actiecomité en sindsdien zijn we eigenlijk bezig geweest met het oprichten van de vakbond. Omdat we willen zeggen van nou, laat de daklozen zelf ook in actie komen en zich organiseren om zeg maar de belangen te behartigen. Maar vooral ook die belangen op tafel te leggen bij degene die erover gaan. In dit geval dan het gemeentebestuur. En het is belangrijk dat mensen zelf in verzet komen en in actie komen voor de dingen waar zij tegenaan lopen of waar zij voor staan. Dus wat dat betreft wordt de vakbond ook een vakbond van, voor en door daklozen. En wordt er een bestuur gekozen van daklozen. En die zullen verder zelf ook hun eisenpakket op tafel gaan leggen. Ja, vind ik een goed initiatief. Ja. Dat moet er wel wezen. Ook daklozen hebben dat nodig. Ik vind goed dat er een vakbond voor die mensen is, ja. Ja, waarom niet? Ik bedoel, waarom mogen ze niet beschermd worden? Ik vind zeker dat die mensen een stem moeten hebben, ja, zeker. Want ze zijn niet zomaar dakloos geworden. Hè? Dus die stemrecht moeten ze hebben. Als ze van daaruit gaan praten, dan denk ik dat het een goed initiatief is. En speerpunten zijn onder meer een betere opvang, een scheiding in opvang voor mensen met en zonder psychische problemen en verslavingen en een minder streng boetebeleid voor buitenslapers. Het probleem van het aantal daklozen zelf, dat zit er natuurlijk ook in het eisenpakket. Het gaat ook om het aantal plekken en het huisvestingsprobleem. Nou, we krijgen heel veel positieve reacties. We hebben in ieder geval al een aantal mensen die het bestuur willen gaan vormen. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En vooralsnog is de vakbond alleen voor Amsterdamse daklozen. In hoeverre is het de bedoeling dat er een landelijke dakloze vakbond komt? Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, want dan kan de landelijke vakbond het ook bij de landelijke politiek gaan aankaarten, de problematiek. En we hebben natuurlijk een aantal grote vakcentrales in Nederland. En wie weet wil een van die vakcentrales de dakloze vakbond wel opnemen. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.